weer zeker. Ja, dat wil je. Ik wil het misschien even zo laten vasthouden. Dat ik ja. Het is eigenlijk sinds 20 jaar dat we terug zeggen, we halen het parkeerbeleid terug helemaal in handen van de stad Genk. Ik herinner mij nog, toen we ooit met parkeerbeleid zijn begonnen, waren dat de wachters van de politie, de agenten van de politie, want dat waren geen inspecteurs, die in den beginnen, in de jaren 90, met de controle deden op de parkings. En we hebben dan op een bepaald moment beslist om het uit te besteden. Er waren ook gespecialiseerde firma's in Vlaanderen, in België, die dat deden. En daar hebben we ook goed mee samengewerkt. Ik wil dat ook zeggen, Scheper. Ik denk dat we zijn daar niet kwaad over. We hebben daar altijd goed mee samengewerkt. We hebben dat ook goed gedaan. Maar we zien vandaag dat dat parkeerbeleid echt wel een kern is in onze stad. En dat het belangrijk is dat we daar toch wel wat impact op hebben. Vanaf 1 juli gaan we het parkeren terug in eigen handen nemen. En daar zijn eigenlijk 3 belangrijke redenen voor. 1 is voor ons omdat we toch merken dat de data die parkeren produceert, van wie staat waar, hoe is de rotatie, hoe zijn de stromingen, wel, dat is een heel belangrijk gegeven. En daar willen we eigenlijk in alle transparantie zicht op hebben en daar willen we snel op kunnen reageren. Tweede punt wat voor ons ook heel belangrijk is, ja, we voelen goed genoeg dat je soms heel snel moet kunnen inspelen op veranderingen. En onze private partner kon dat wel, maar dat was toch altijd wat onderhandelen, want ja, dat was niet de afspraak die we in een concessie van zoveel jaren hadden gemaakt. Dus dat was toch altijd wat stroever. Nu kunnen we eigenlijk sneller schakelen en inspelen op die wijzigende situaties. En ja, de wereld wordt wat sneller, we voelen dat allemaal en dat ook. En ten derde, ik denk dat we dat ook altijd gedaan hebben, we vinden klantvriendelijkheid naar onze burgers heel belangrijk. En dat mooi geïntegreerd in een geheel. En die klantvriendelijkheid die gaan we absoluut verder zetten, want OPC deed dat ook op een goede manier. Maar we denken dat we daar nog de echte Genk-toets aan kunnen geven, door dat nog wat kwaliteitsvoller te maken. En dus willen we ook op die manier dicht bij de mensen staan om dat te doen. Gisteren in de Vennestraat zeiden ze ook, de 50-plussers moeten we toch, die zijn nog allemaal niet met de apps mee. Maar horen we toch ook wel sinds het nieuwe systeem dat we eigenlijk altijd vrije parkingplaatsen hebben in de betaalzones, in de uurtjes gratis zones en natuurlijk in de grotere parkings die net buiten het centrum liggen, die ook gratis zijn. Dus we zien dat het systeem goed werkt en we willen nu nog verdere stappen zetten om het te optimaliseren.